Jawel, er zit een drank in. Wow. Eau minérale of een boisson fraîche. Een boisson fraîche van al best een fraîche te vinden. Ze zijn dat weer gepikt van mij, nee? Wie zegt er dat al nou zo? Louis. Ze zijn dat weer in mijn video's. Dat is een andere zeer, bedoel. Voilà. Dank je. Merci. Bon appétit. Enjoy your meal. Yeah, thank you. Ja, dan ook een keer mijn handen. Ja. Met pompjes. Van die zoete aardappelfrietjes, dat is nu de hype. He. Zoete aardappelfrietjes. Ja, hè. Jordi, dat moet ik hem ook niet aan passen. Kijk, ik heb mijn eten al gehad. Ik ook. Jordi had ook zijn eten gehad. En Jordi is al aan het eten. Mijn hoofd. Nee. Ja, dus een hamburger met zoete frietjes. En wat zit er tussen? Frietjes. Nee, tussen die hamburgers. Cheese. Oelala. Lekker. Jordi is allemaal bezig aan het ontdekken zijn hamburger. Het is de warmtepas die van boven warmte heeft. De winnen? De pas waarin dan de hamburgers worden doorgegeven. En je hebt ook zoete frietjes? Ja, het heeft van bovenaf warmte. Oei. Het broodje van boven is hard, hier is het zachte. Ah oh ja, oké. Okay. Dan weet je dat het van bovenaf warmte heeft. Ja. Jongen. Dat is wel lekker. Zo zien die vrienden. Maar Jordi is hier al volop aan het boeven hier. Aan de andere kant van de camera, daar zie je hem. Ja, ja. Een echte boeven. Mm. De frieten zijn wel goed. Goed. Ik weet niet veel wat ze voor frieten hebben in een pretpark. Dat is gewoon lustig, hè. Kun je ze echt goed door elkaar. Ik heb hier de krokante test gedaan. De krokante test is al iets gelukt. Loekie. Ik heb hem ook al getoord zien. Toch weer aan deze kant hamburgers. Ja. Jordi die aan het fretten is, ik die hier aan het fretten. Ik zeg gewoon cool filmpjes, je bent me fretten aan beide kanten. Allemaal een hapje pakken. Hapje. Flesje is wel lekker. Zou je speciaal smaken? Zou je een speciaal smaken? Vind je dat niet? Voor mij ligt persoonlijk ligt er een beetje te weinig saus op. Ja. Dat is die saus die speciaal smaakt. Dat is lekker zwarte geschefte barbecue saus. Geschefte nog? Ja, een soort. Dat is niet geschefte, maar ik hang er niet uit wat dat is. Dat is niet mis. Voor mij ligt er wel te weinig saus. En voor jou? Maar frieten zijn goed, hè? Ja. Weet je wat er mij ook opvalt? Ketchup en mayonaise en al, dat staat al niet meer op tafel. Nee. Snap dat wel. Moet je dat vragen, zou je dat wel krijgen. Misschien
Maar met zoete aardappelfrietjes moet dat niet, vind ik. Lekker gezocht. Ja, dat is toch genoeg smaak, hè? Ja. Het was heel lekker. Ja. Ja. Zag je vol nog al redelijk. Ja. Want er zijn drie camera's stand vandaag. Hamburger hier. Ja. Naar daar. En aan de andere kant is Jordi's hamburger. Jordi die aan het petten is lekker. En nog een showtje zien we. Nou, Santa, ik heb net al een nieuwe sketch met mayonaise. Dat is toch niet aan, weet je? Dat komt niet. Maar ja. Komt goed, hè? Ja. Ze wisten daarvan dus. Ja. Waar zijn we? Ik wil. Ja. Ik vind die frietjes echt wel heel lekker. Oh, de frietjes zijn echt heel goed. Ik hoor onze kraan uit het hier. Ik weet niet of je dat hoort op die video, maar die frietjes zijn echt... Ja. Vind ik heel frietjes. Ik denk dat de frieten toch wel een beetje van buiten krokant zijn en van binnen lekker is. Als het lekker les is. Ja, ja, smeuren. Dan moet de frieten zijn voor mij. Ja, he. Hoeveel punten geef je die number nu? Een 8. Ja. 7,5, ja. Ja. Sorry. Omdat het wel een Halloween thema was. Daarom heb ik het erachter. Nee. Het lijkt wel een beetje te weinig saus op. Dus... Ja. 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 Een beetje. Het was niet schoon verdeeld. Het was alsof je op een plekje voelt. Ja. Zo te frieten zijn echt lekker. En ik heb geen korting gehad, leg je? Maar ja, ja. Ik heb mijn korting getoond. Hij zegt ze voor alle twee. Ik zeg ja. Mag je apart betalen? Ik zeg ja. Ik doe mee. Hij zegt korting gehad of niet? Ja, maar ze had ook wel gevraagd dat er een pas is. Maar ik heb een 60 korting gekregen. Want normaal heb ik nog 10%. Dus ja.
Pas daar en te zoeken. Ja, dat kan ook. Gewoon een grote bol aan bieden. Nu wat kun je hem doen, hè? Dat kun je niet, hè? Dat is gegarandeerd de breinvries van. Wil met de kudde dansen? Kijk, ik kan dat hier zien en ik kan dat door zien. Ik had dat nog nooit iemand gedaan. Met dat, de pillen dan? Kijk, kijk. dat is triple camera effect. Merci. Ja, merci. Wauw, kijk hier. Een lekker ijsje. Met brownies. Wauw, ja, er zitten wel veel brownies in. Wauw. Ja? Mooi, joh, ja, het zit hier maar hier. Kijk hier. En hier. Mooi. Is dat al een voorraad gemaakt, hè? Ik weet het niet. Ik kan Nursen al even. Kijk dat ijsje. Ijsje inclusive. Mooi. Ja, hè? Nursen is nogal een beetje goed, hè? Is dat Jordi? Dat dus wel lekker is. Is het wel lekker? Dat het plezant is voor de kijkers. Hè? Zie er zien ook wat we weer zien aan de andere kant. Ja. Dus de kijkers, als je niet weet, kun je er ook een andere kant zien. Dat is wel lekker, hè? Dit is hier ook. Hè? Wat voor siroop is dat? Was best nog zo. Je bedoelt de chocolade smaak? Ja. Ja. Het is veel neutraal de chocolade smaak. Zet misschien niet te zwaar wel, maar die crème. Ja. Nou, een beetje chocolade stukjes erin zou wel leuk zijn. Nou, misschien wel. Ja. Ik kan dus nog een keer mijn recept aanpassen van brownies. Om er nog meer chocola smaak in steken, zodat we er minder suiker moeten in brood. Ja. Want anders is de suiker in. Nee, dat je er te veel chocola in doet, en te veel suiker in je ding zetten. Dus ja. Maar goed. Ik zou die ook op aanbrengen. Het is hier multicam opnames, even wat daar. Overal stonden de camera's, op wc en al. Maar hij naar mij, dus hier. Nog pb, hè. We zijn aan de mensen die al in team willen gaan. Maar, zit hier nog brownie aan de onderkant ook? Nou, nooit. Ik. Dat is een soort bosbessen. Ja? Ja.
met van die rode besjes zijn voor de zuurte. Dat gaat met prijzen zijn van die rode besjes, dat er eigenlijk niet veel werk aan zijn. Dat is wel lekker. Ja. Die brownie en de barbecue koekoek is een beter. Ja. Ja. Vind die brownie eigenlijk niet zo geslaagd. Zeg je? Je moest iets meer chocolade smaken hè? Ja, dat is vrij neutraal hè. Pijn als ze een dag beter verkopen aan willen. Pijn als ze niet te zwaar aan willen, maar... Dat is niet zo. Pijn is niet. Maar dat is ook een beetje droog, in mijn mening. Nou. Kun je nog een keer proberen een stekje te pakken? Ja, ik heb wel niet goed gezien, maar... Ik denk dat dat zo'n grote doos is. Hoe bedoel je? Nou, je kunt dat inkopen. Hè. In zo'n glas? Nee, nee, nee. Maar die brownie stukjes kun je inkopen. Hè. In een grote doos. Tegenwoordig is er ook een soort nieuws. Hè. Voor brownies te maken. Dat van dokter Oechter, dat smacht er een beetje nog. Mm. Met van die kokosvet en al daarin. Dat is zo goed. Veel beter in één receptje pak. Maar leuk als chocola, en een beetje verder laten lachen. Maar toen heb je lekkere brownies. Gelijk deze van de Erlofs en Mich. Dat zijn de meeste brownies, maar dat doen dat kakkelhoekoeier en ik kan dat ook beginnen doen. Dat ik het doe met pure chocola, is te veel suiker, maar je hebt ook de chocola smaakt als we doen, dat zit te veel suiker in. Dus dat mijn recept echt aanpassen. Nu is wel leuk eigenlijk. Ik vind ze slaag. Van mij merkt de kwaliteit wat hoger zijn. Omdat de prijs al redelijk hoog is. Nog niet goedkoop hè. 25 euro voor een hamburger minuutje, 23 euro. Maar zeker niet slecht. Nee, absoluut niet. Ja. De serving ook wel nog lekker. Maar van onder blijven er al zo veenmesjes. Dat zijn toch veenmessen, hè? Ja, hè? Ja. Gewoon die rode besjes. Lekker. En Jordi, wat vond je ervan? Het was in orde, maar een beetje aan de dure kant vind ik. Tja, ik vond het niet slecht. Nee, slecht is het niet. Het was lekker. Ik had wel iets meer verwacht van de brownie. Ja. Ja, dat kan. Ja, ik denk dat wel her. Dat is wel iets waarop ik naar uitkijk. Dan de brownie serveren. Ik denk dat super lekker. Nou. Cool. Wat staat dat? Blueberry? Ja, blueberry. Blueberry, ja.
Ja, besjes, ja. De besjes erbij. Dat was de menu. Van de leuke nugget. Ja. Met Jordi. Ja, met mij. Want blauwe besjes zijn zoet, hè. Ja. En het was een beetje zuur, hè. Zoeken. Zoals ze. Ja, je toch. Of citroenstap, dat kan ook. Ja. Dat is ook zuur, hè. Ja. Als je nog niet geweest hebt, want dat is te zuur. Dat is het. Ja, ja, stel je voor, een beetje zin erin. Maar dat is te zuur, hè. Dat is erover, hè.